Zijn we nu aan het doen, Luc? Want het is nu middag. En meestal wordt er 's ochtends toch van alles gedaan. Ja, dat klopt, Edwin. We zijn nu het brood aan het opbollen. Dit is het brood van morgen. We bakken met zuurdeegje. En dat het grootste verschil eigenlijk met gistbrood is dat het heel erg lang duurt. En daardoor kunnen wij dit overdag doen. Dus we zijn bakkers die uit kunnen slapen. Ja, want als we dan uitslapen, hoe laat begin jij meestal 's ochtends? Door de week 6:30, op zaterdag 1:30. Dat vind ik toch wel redelijk gevaarlijk hoor. Dat maar goed, is, dat je is vak bakkers die gaan om 3 uur. Ja, precies. Dus dat, voor ons is dat een stuk relaxter. En het andere voordeel is dat het geeft veel meer smaak over. Deze is, het heeft veel meer tijd om te rijpen eigenlijk. Dat doe ik vaak tussen matjes zo. Of in mandjes. En dit laten we nog een uurtje staan, op kamertemperatuur. En daarna gaat het de koelcel in. Okay. Dan remt het proces eigenlijk. En, waardoor we het dus langer kunnen rekken dat ze morgenochtend pas goed is. Als het hier zou laten staan, dan zou je het vanavond al kunnen bakken. Maar ja. Niemand gaat s'avonds. Vertel, wat doe je nu? We gaan het brood wat we gisteren dus gemaakt hebben. Het heeft de hele nacht staan rijzen. En dat komt nu eigenlijk uit de koelcel. En dat gaan we nu in de oven laden. En hoe lang moet het dan bakken? Oh ja, dat vraag ik me dus altijd af. Hoe krijg je nou altijd zo? Maar dat doe je dus gewoon eigenlijk met een heel mooi klassiek scheermesje. Ouderwets scheermesje, ja. Die ik zelf niet veel gebruik. Waarom zou je ook? Ja. En je zei net ook, je had bezoek van bakker Maljers, dat vind ik dan wel weer leuk. En die is natuurlijk net met een soort met pensioen. Die, en die komt dan nu, die heeft nu tijd om een beetje te kijken. En wat vond hij van de bakkerij? Dat is natuurlijk een andere bakkerij dan hij heeft gehad. Die vond het heel erg leuk. Het is heel wat anders natuurlijk. Ja. En waar hij enorm veel respect voor. Dat is wel de nieuwe generatie. Het doet maar ook al vernieuwing brengen. En niet. Ja, maar jij bent een self-made man, toch? Doe je het, ja, eigenlijk wel. Ja, ik ben eigenlijk kok. Ja. Onder andere bij de vriendschap 5 jaar geleden. Ja. Kees Connie. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Nu met voeding bezig zijn, als kok doe je niet anders. Ja. En toen kwam de interesse voor deze brood. Van hé, hoe werkt dat? Hoe moet dat? Maar tegelijkertijd, weet je weet heel goed wat je doet. En, ja, het valt in de smaak. Anders dan kan je niet zoveel brood. Het is dus een beetje alternatief. Vind je het allemaal leuk? Ja, het gaat goed. Het is qua locatie zit je net niet op de loop. Stiekem is dat toch wel jammer. Er komen wel veel auto's voorbij hier, maar die kunnen natuurlijk niet zomaar even stil staan. Ja, dat is voor- en nadeel. Je mensen natuurlijk even snel parkeren en een boodschapje komen doen. Dat is super fijn. Aan de andere kant is het ook wel echt een late losruimte voor vrachtwagens. Ja, ik zag ook laatst dat er dan vrachtwagens staan die, net als bijvoorbeeld van de groentehal, en dat zijn hele aardige jongens voor de rest natuurlijk. Ja, maar ja. Die mochten normaal gewoon door de stad, maar die zetten nu ook vaak hier neer. Ja, volgens mij is dat, ik weet het niet. Vroeger mochten ze bij de vriendschap en zo stonden ze van voor nog, smiddags. Maar nu pakken ze altijd hier. Ik weet eigenlijk niet hoe dat zit. Maar ja, dat is wel jammer. We hebben nu ons terrasje al weggehaald. Ja, even de wintermotors natuurlijk, ja. Ja, maar nu merk je inderdaad van...
dat wordt gelijk ook weer als parkeerplek gezien. Ja. En dat, ja, dat is wel echt een naam. Maar je kunt hier wel gezellig zitten, zie ik. Ja, je hebt een lekker krantje erbij, een kopje koffie. En ik hoor ook wel van links en rechts dat je het wel aan de horeca levert. Hè? Dus bijvoorbeeld jouw opdrachtgever De Vriendschap koopt ook bij je in. Klopt, ja, dat is superleuk. Als wij brood over hebben wat we niet verkopen, dan kan het daarin. Dat is waardoor het eigenlijk zelden iets weg is te gooien. Dus ja, dat is echt een win-win situatie. Oh, daar nog even terug. Komt er wel. Hoort er ook bij, hè? Een klein assortiment, maar ja, ik zie je wel. Ik zie pompoensoep, je hebt dan af en toe de barbecue aan, dus daar heb je sinaasappels te persen. Het is toch wel divers, of niet? Ja, het is behoorlijk divers. Ja. Dus, ik zie je ook de koekjesbijbel. Ja. En een banaan. En een banaan. Die is voor jezelf misschien. Ja. Werk je nou veel meer uren in de week dan als kok, of valt het wel valt het mee? Ja, toch wel. Ja. Het is 6 dagen in de week, waarvan 5 dagen dat we open zijn. En doen jullie ook zelf administratie en dat soort zaken? Ja, ik niet gelukkig. Dat doet Anneke dan? Dat doet Anneke. Die ja. Geld voor je kans uitbesteden. Ja, ja, ja. Maar ja, als Starbuff, we zijn een jaar bezig, steek dat nu nog even liever in mijn zak. Nee, maar dat snap ik heel goed. Tuurlijk. Oh, you did. Oh, that's not for you. That's for me. Just for you. Oh, I was just trying to avoid wasting cups. So. What happened?